mensen, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Risk Spanje. We beginnen gewoon gelijk met het toevoegen van 4 extra punten aan ons totaal. 7 plus 4 is 11, want jullie hadden namelijk 4000 likes achtergelaten op vorige aflevering. En jullie weten het, elke 1000 likes op een video van Risk is 1 punt erbij. Super bedankt daarvoor, we zitten nu op 11, daar kunnen we voor de rest ook niks mee. Maar we gaan dat ophalen. Double points! What the fuck? Ben je op zoek naar FIFA 16 Ultimate Team Coins met een goede en snelle Nederlandse service? Check dan fifacoinservice.nl in de link in de beschrijving en gebruik nog altijd die code ROL voor je korting. Woo! Ja, ik vertelde jullie in de vorige aflevering dat we zoals jullie zien de onderste provincie, ik weet niet hoe die dingen in Spanje heten, maar ik noem het gewoon provincie, helemaal hebben voltooid. En nou is het bij Risk altijd zo, als je een heel continent hebt, als je heel Azië hebt, heel Afrika hebt, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika of Oceanië, krijg jij per ronde dat je aan de beurt bent een aantal extra legers om bij jouw landen te zetten. Nou is het bij mij niet zo dat ik elke ronde wat krijg op het moment dat ik een provincie heb. Maar wat wel is dat ik nu om de 3 afleveringen double points krijg. Wat gewoon inhoudt op het moment dat ik eigenlijk 20 punten krijg, krijg ik er 40. Op het moment dat ik eigenlijk 40 punten krijg, krijg ik er 80. En dat kan inderdaad heel erg goed bij gaan dragen aan het tempo van deze serie. Ook zie ik hier de Movember Cup. Dus ja, weet je wat, ik moet gewoon een gouden cup spelen. Hiervoor moet je een goud team hebben en dat heb ik. Dus ga ik lekker meedoen aan deze cup en kijken of ik deze eens kan winnen. Dit is zijn team en dat is zeker niet verkeerd. Ik ga dit er even uithalen, anders kan hij meeluisteren. De verbinding met de headset is verbroken. Hé, hey, was dat geen buitenspel? Oh, maar bedankt, keeper. Ik dacht echt dat het buitenspel was. Het was wel een zieke paas dit. Hey joh. Waarom pak ze de bal niet af? Wat is dit? Godverdomme. Ga naar Amrabat. Ah, oh, waarom stop je nou? En hij heeft hem alsnog. Hij is net te snel, jongen. Gas geven. Oh, wat een actie. Haal uit. Penna, penna. Ja, penna. Klasse scheid. Mijn allereerste kans. En ik krijg meteen een penalty. Zwaar onterecht. Of nou ja, de penalty was al terecht. Maar hij was al veel beter op het begin in ieder geval. Amrabat gaat hem nemen. Oké, let's go. Links. Hoe kan het dat ik altijd in de hoek schiet waar mijn tegenstander ook kopt? En dan denk ik, ik schiet altijd links, ik ga een keer rechts schieten. En dan duikt die keeper ook in naar rechts. Echt fucking kut. Gelukkig gaat hij er wel in en is het 1-0. Echt. Het zit me tot nu toe erg mee. Oké, Tremonilas. Geef die voorzet. Wat is dit nou weer voor voorzet? What the fuck? Ai. Ah, scheidsie, man. Er is toch niks aan de hand, jongen. Deze zou er wel weer in gaan, net zoals vorige aflevering. Onterecht gedoe allemaal. Nee, hij is veel te hard. Hij was helemaal niet veel te hard, maar goed gepakt, jongen. Maar wel terecht, want die vrije trap zoekt nergens op. Hey joh, wat is dit nou weer? Oh, goed verdedigd alsnog. Echt, buiten die 1-0 ben ik volgens mij nog niet eens op zijn helft geweest. Ook nu weer niet. Dat is echt ongelooflijk, jongen. Nou, nu misschien dan. En het zou wel leuk zijn, 2 keer op zijn helft, 2 keer scoren, zoiets zeg maar. Oh, het ziet er wel goed uit. Het gebeurt. Niet! Oh, fuck. Had er wel ingemogen, zeg. Let's go, Bifuma. Geef die goede bal. Ja, 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 ja. Hoe kan ik jou 2-0 voorstaan, joh? 2 keer Noordenhammer, wat, wie anders. Maar dit was dus een keer goed gegaan van die fucking Bifuma. Ja, dit... Het slaat eigenlijk nergens op dat ik 2-0 voor sta. Het is echt fucking onterecht, maar het is wel zo ziek shit verdedigd van hem. Ja, het is gewoon bullshit. Maar prima, I will take it. Let's go, Bifuma. Want dat is natuurlijk, telt het nog steeds 3 punten verschil. Bifuma, god. Zieke goal. 3 doelpunten verschil is nog altijd natuurlijk 30 punten in plaats van 20 punten. En die heb ik nu. Maar dan moet ik wel die 3 doelpunten verschil vasthouden. Sick goal. Dat was echt lekker, hè. Ik zie opeens die keeper komen. Ik denk, ja, fuck it. Gewoon proberen. En hij valt er wel heerlijk in, man. En dat voor Bifuma. Hey joh. Dat moet niet kunnen, hè. Ah, joh. Oh, en dan weer mijn keeper, hè. Oh. Yo. Als de volgende wedstrijd ook even zo gaat, ben ik blij mee. Klasse Bifuma. Het mooie is, deze man kan goed aanvallen. En dan wil ik net gaan vertellen, maar hij kan voor geen meter verdedigen. En dan verovert hij natuurlijk net de bal. Ik ben heel overtuigend over allemaal. Oh, thanks. Dus, nu maak ik het me wel heel simpel. Weer een penalty. Ja, weer een penalty. Ja, dit is ook al een beetje zijn eigen schuld, hoor. Dat hij me zo makkelijk de bal geeft. Amrabat. Oh, wat slecht. Helemaal in het geel. Door het midden. Fakka. Oh, oh. What the fuck? Ik dacht dat hij zat, maar die keeper dook en had hem alsnog. Ik schoot helemaal in het geel, dus het was zo fucking dom weer, maar ja.
Hey, wat is dit de hele tijd? Het is al de tweede keer dat dat gebeurt. Hier, hij loopt er zo doorheen. Ik verdedig het nou wel in, maar ik kom weer. Nog even eentje bijprikken voor de zekerheid. Ja hoor, Noordin, Amrabat, who else? Met zijn hat-trick, 3 goals, Lego 4-0. Dat betekent sowieso 30 punten. En verdubbelaar is 60 punten. Nou ja, nu het dus zeker is, kan ik ook zeggen. We zouden 30 punten krijgen voor het winnen met meer dan 3 doelpunten verschil. Maar door de verdubbelaar worden het er 60. En dan zie je op de kaart gelijk dat we nu 71 punten hebben. En we kunnen de oversteek maken of naar Valencia of naar Atletico Madrid. En voor 70 punten heb je een speler van Valencia. En jullie begrijpen waarschijnlijk al waar ik dus naartoe. Maar de nieuwe speler die ik ga aantrekken heeft alles te maken met een nieuwe opstelling en een hele verandering. Het is niemand anders dan Feghouli. En dat is gewoon omdat hij snel is, goed kan dribbelen, ook een prima schot heeft. Zeg maar wel redelijk pas heeft en ja, prima. Ik dacht, waarom niet? Dus ja, we strepen hem af bij Valencia op het riskbord. En er komt langzaam steeds meer vaart in. En ik geef hem een opstelling aanpassen en stoppen met zeveren. Ik heb nu dus dit. En dit alles heeft een beetje een samenhang. Dat ik eindelijk af ben van fucking Bifuma. Ik zie dat mijn opstelling helemaal verkeerd zat. Kijk, deze moet ik hebben. Nice. 4 teamgeest. Ja, ik moet zo snel mogelijk een linksbuiten gaan halen. We gaan lekker door met de kwartfinale. En meer puntjes binnenhalen. Hé, dan draai ik. Ik heb nog 1 punt over trouwens. Fucking swag. Alright, hij heeft een redelijk goed team. Ik heb raar iemand op linksbuiten staan, maar hij al helemaal. Voor de rest wel, ja, alleen maar Barca en Real Madrid spelers. En dan Torres van Atletico, dat zegt genoeg dat het echt wel een goed team is. Oké, Fajir, let's go maar. Nou, Feghouli, je kunt je bewijzen meteen. Dat doe je heel goed. Goed gebewijst. Mijn Nederlands was net zo goed als jouw kunsten. Helemaal kut. Oh, Lopez is beter misschien. Oh. Oh, wat doet hij nou, joh? Kerel, man. Oh, Feghouli. Kom aan, Feghouli. Bewijs het, Feghouli. Oh, Feghouli, wat een klote schot. Jezus, wat slecht. Niet eens in de hoek. Schiet hem gewoon recht op de keeper. Wat ben je nou mee bezig? Ja, hij maakt hem wel, tuurlijk. Tuurlijk. Fuck off, man. Nou ja, hey, kom eens op, man. Hey, dit is die fucking Giovinco die op 3 teamgeest staat of zo. Als hij dat haalt, loopt zo heel mijn team eruit. Ik denk dat hij nog wel op minder teamgeest staat. Ja, hij is een bal nog aan het kwijt. Teamgeest maakt echt geen fuck uit. Of je nou 1 teamgeest hebt of 20, je bent altijd slecht. Bruh. Wat? Ik zat niet eens op te letten. Maar wat de fuck gebeurde er? Kut, ik dacht echt dat ik een achterbal had of zo. Ik zat helemaal niet op te Tegen mijn speler aan. Oh my god. Net zat alles me mee. En nu zit alles me tegen. Nou, let's go boys. Kijk hem gaan, kijk hem gaan. Alsjeblieft, mis hem. Hij mist hem. Hij is ook echt 1,20 meter. Maak hem af. Wat ben jij ongelofelijk slecht. Oh my god. Godverdomme. Nee, fuck off. Fuck off, nee. Keeper heeft ook down, kennelijk. Oh, maar 3-0 bij rust. Dat noemen ze een jantje. Het is echt precies andersom dan tegenover vorige wedstrijd, man. Mijn keeper heeft opeens spontaan down, terwijl hij vorige wedstrijd alles pakte. En ik heb opeens down in de afronding, wat ik vorige wedstrijd ook al had. Maar toen scoorde ik toch nog af en toe en nu scoor ik helemaal niks. Kijk dan wat hij doet. Ja, hij schiet ook achter Stam heen of zo, die Iniesta. What the fuck? We can live forever. Come on. Maat, ga je ooit nog eens een keer. Die vent is zo. Dat is die rechtsmidden die erin staat. Ja, die. Dat kaartje heeft toch gewoon down als je ernaar kijkt. Maar ik wist niet dat hij zo slecht was. Oh nee, tuurlijk. Tuurlijk. Jezus, wat is dit? Oh mijn god. Ja, tuurlijk. Echt. Fuck off. Dit is niet... Zo. Huh? Opeens dikke internet shit. Ik dacht echt van, ik sla gewoon het internet eruit. Hij gaat zomaar iets goed doen. Nee, doet hij niet. Tuurlijk niet. Oh mijn god.
godverdomme. Ja hoor, klaar zijn we ermee. Nou, waar ik de eerste wedstrijd het idee had alsof ik met het Team of the Year zat te spelen, had ik deze wedstrijd, zoals je aan de punten kan zien, echt het idee alsof ik met het plaatselijke G-team stond te spelen. Niks tegen G-teams, heel goed dat die mensen voetballen. Echt wel respect voor, maar het is niet leuk om daarmee in de kwartfinale van de Champions League te staan, zullen we maar zeggen. En dan vervolgens met 4-0 te worden afgedroogd, terwijl dat ik echt het idee heb dat ik er weinig aan kon doen. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat denk ik wel. Hij was wel veel beter, hij heeft ook terecht gewonnen, maar echt een paar van die dikke frot goals. En ik had Feghouli, die man, ja, leek moeite te hebben met überhaupt recht vooruit lopen. Ik snap dat het heel moeilijk kan zijn, maar wat ik ga doen is heel erg sorry zeggen tegen Bifuma. En die man weer lekkerder terug inwisselen, want ten allereerste is Feghouli een down-mogol. En ten tweede is deze man 10 keer zo goed dan deze fucking Seudo, die er echt geen ene kut van komt. Verder moet ik beste man gaan wisselen voor een bronzen en dat is weer allemaal helemaal panisch. Voor volgende aflevering. Ik zie jullie volgende aflevering weer. Bedankt voor het kijken en doei!